Dit is de eerste aflevering van een serie over een uniek samenwerkingsproject van ondernemerscontact Nuenen OCN, de werkvoorzieningsorganisatie WSD en de gemeente Nuenen. Zij beogen met dit project langdurig werklozen en mensen met een handicap aan een baan te helpen. In deze eerste aflevering bekijken we hoe dit project tot stand is gekomen. Cor, als voorzitter van ondernemerscontact Nuenen heb jij in je nieuwjaarstoespraak van dit jaar gesproken over een speerpuntbeleid wat jullie gaan doen als OCN, namelijk de reïntegratie van langdurig werklozen. Kun jij eens vertellen waarom dat jullie juist dat initiatief genomen hebben? Dat wil ik heel graag doen. Waarom? Omdat ondernemerscontact Nuenen, een belangrijke organisatie in Nuenen, is niet alleen bezig met de werkgelegenheid voor haar eigen werknemers, maar we hebben ook een sociaal-maatschappelijke functie. En vanwege het feit dat ik al veelvuldig ook in voorgaande jaren betrokken ben geweest bij het te werk stellen van mensen die bij de gemeente als het ware in een kaartenbak zitten, die niet snel aan werk komen, heb ik ook het fenomeen werk zoeken eens een keer aan de orde gesteld binnen het gemeentehuis. En die hebben gezegd, luister eens, het is niet zo dat je een verzoek kunt indienen bij ons en zeggen, ik wil graag iemand hebben voor een bepaalde werkplek. Nee, wij gaan vanuit het gemeentehuis gaan wij kijken of dat er een match bestaat tussen iemand die bij ons in de kaartenbak zit en een vraag die vanuit het bedrijfsleven gesteld wordt. Nou, met die wetenschap heb ik binnen het bestuur van het OCN voortijdig een gesprek gehad en gezegd, dit moeten wij speerpunt van beleid gaan maken. We moeten die mensen die eigenlijk heel graag aan het werk willen, die moeten we ook een kans geven. En die kans kunnen we ze alleen geven als wij met een hele positieve inzet bezig zijn en bezig gaan zijn met een samenwerking met de gemeente en samen met de WSD om deze echt bereidwillige mensen een kans te geven. Jullie zoeken als OCN dus echt de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Jan, jij bent de directeur van de WSD. Kun je eens uitleggen wat voor een soort organisatie de WSD is en hoe die organisatie werkt? Wij helpen mensen die, wat dan in het jargon heet, een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Maar dat komt neer op mensen met een arbeidsbeperking. En die arbeidsbeperking kan zijn lichamelijk of verstandelijk of psychisch. Of mensen die al heel lang werkloos zijn. Die mensen helpen wij om hun weg te vinden van bijstand of een andere uitkering naar een baan. En we doen dat met behulp van aanpassingen van werkplekken, met een stuk jobcoaching, met een stuk begeleiding en liefst bij reguliere werkgevers. En we helpen dan in dit verband mensen uit deze regio, waaronder inwoners van de gemeente Nuenen. En op het ogenblik hebben we een dikke 2500 mensen in begeleiding die we of zelf werk bieden of in begeleiding helpen richting reguliere werkgevers. Theo, jij bent de voorman van de schoonmaakploeg van de WSD die hier in de gemeente Nuenen werken. Kun jij eens iets vertellen over het traject wat de mensen hebben moeten doorlopen om hier aan het werk te kunnen komen? Ja, natuurlijk. De mensen moeten eerst natuurlijk zichzelf aangemeld hebben bij de WSD, via welk traject dat ze ook binnenkomen. Daarbovenop natuurlijk krijgen ze een interne opleiding bij het WSD, bij het WSD-gebouw zelf. Daar wordt men een groot mate van schoonmaken wordt aangeleerd. En daarna worden ze dus aangeboden aan de werkleiders, dus degene die boven mij staat. En die gaat zeggen, van, die kan ik daar wel plaatsen, die kan ik daar wel plaatsen. Want ja, we zijn natuurlijk een opleidingsinstituut, dus ja, ook wij gaan proberen die mensen op te leiden en weer in het reguliere werk terug te plaatsen als het even kan. Hoe zijn jullie in dit tripartite overleg terechtgekomen? Eigenlijk is de toekomst, als het gaat om de arbeidsmarkt, voor deze doelgroep, ja, die ziet er niet zo goed uit. Nee. Waarom? Omdat de overheid stevig bezuinigt op de sociale werkvoorziening, überhaupt op de budgetten om deze mensen te helpen. En het is van het grootste belang, hè, vanuit het maatschappelijk rendement geredeneerd, om dit arbeidspotentieel toch een stap te laten maken op de markt. Want het alternatief is ja, in de bijstand, hè, of in de uitkering. En ja, dan wordt er in feite dubbel betaald.
Dus het is maatschappelijk ongewenst, het is financieel ongewenst. En we hebben daar werkgevers voor nodig en we hebben daar gemeenten voor nodig om in gezamenlijkheid het voor elkaar te krijgen om deze mensen ook die stap van bak naar baan te laten maken. En ja, op die manier is ook het idee geboren om met OCN in zee te gaan en om een actie tot stand te brengen om in de Nunissen ook die stap voorwaarts te maken. Het was dus al belangrijk, maar het is alleen nog maar belangrijker geworden. Nou leven er vooroordelen bij ondernemers ten aanzien van langdurig werklozen en mensen met een handicap. Hoe kun je als WSD nou die koudwatervrees voorkomen? Nou, het begint ermee onbekend maakt onbemind. Dus wat we aan het doen zijn is een aantal werkgevers vanuit de OCN benaderen. En we hebben het dan over een 40-tal bedrijven. Waarvan wij denken dat wij daar als WSD met onze medewerkers iets zouden kunnen betekenen. Daar gaan we mee in gesprek. En uiteraard is het de rol van werkgevers om ook geld te verdienen. En dat willen ze ook graag. En dat betekent dat in ieder geval onze medewerkers qua productiviteit ook betaald worden en niet meer. Dat is één. Twee, dat wij in de zin van begeleiding, jobcoaching, werkplekaanpassingen, dat wij die rol als WSD op ons nemen. Hè? Daarmee wordt een werkgever ook ontzorgd. En drie, een werkgever moet ook geen risico lopen, hè? Bij ziekte of wat dan ook. Wil vooral ook geen administratieve romslomp hebben. Dus we proberen op al die manieren de werkgever te ontzorgen. Nou. Mark, jij bent een van de drie directeuren van De Rooij Slijpwerk. Jullie zijn als bedrijf ook lid van Ondernemerscontact Nune. En jullie hebben een brief ontvangen van OCN dat ze een bepaald project willen gaan doen. Wat is hierop jouw reactie? Ja, dat klopt. We hebben die brief ontvangen van het OCN met het verzoek om te bekijken of een eventuele werknemer van WSD hier aan zouden kunnen nemen of detacheren. Dat ligt er een beetje aan. Maar het verzoek sprak ons wel aan. En er is altijd een proefperiode, begrijp ik. Altijd. Er is altijd een periode waarin partijen aan elkaar kunnen wennen. Waarin wordt bepaald wat of de match optimaal is. Hè? Wat er nog nodig is om de match nog optimaler te laten maken. En als het niet werkt, dan werkt het niet. Paul, je bent wethouder onder andere van Sociale Zaken. Kun je eens uitleggen in hoeverre de gemeente Nune participeert in dit project? We zijn op drie fronten actief. Eén front is helemaal los van de WSD. Dat is dat we mensen die in de bijstand zitten, reïntegratietrajecten aanbieden. Dat zijn maatwerktrajecten en soms zijn dat trajecten die niet bij de WSD passen, maar waarbij we een ander bedrijf vragen om die reïntegratie te begeleiden. Dus dat is actief, daar zijn we actief op dat front. Ten tweede, heel recent heeft de gemeenteraad vastgesteld dat wanneer wij grote inkooporders plaatsen, boven 150.000 euro, dat dan degene die de opdracht krijgt, verplicht wordt om 5% van de waarde van die opdracht om te zetten in werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daar is de WSD wel de partner, want de WSD wordt degene die bewaakt dat degene die dus diensten aan ons gaan leveren ook die 5% waarmaken. En de derde is dat wij als bestuurslid van de WSD heel actief meedoen in alle activiteiten daar die mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt op weg helpen naar een baan. Dat zijn de drie fronten waarop we actief zijn. Dus de gemeente heeft ook WSD'ers in dienst. Wat voor soort mensen zijn dat en welke banen vervullen zij? Er zijn drie categorieën die iedereen waarschijnlijk wel zou kunnen tegenkomen. De totale groenvoorziening in Nune wordt door WSD uitgevoerd. Dan praat je over iets meer dan 20 mensen. De schoonmaak van alle gemeentelijke gebouwen, met name van het gemeentehuis, wordt door WSD'ers gedaan. En dan hebben we de mensen die in de catering hier in huis werken en de bodendiensten verrichten, die zijn ook WSD'er. En dan her en der nog een enkeling, maar die zullen mensen op straat niet zo gemakkelijk tegenkomen. Al bij al heeft de gemeente Nune kleine 40 mensen vanuit de WSD actief in gemeentelijke taken. Ik mag dus concluderen dat de gemeente erg blij is met dit project en met het feit dat er drie partijen met elkaar op een goede manier samenwerken.